Ik weet nog dat het de allereerste keer. Maar nu zeg je echt wat, dat was jij, ja. Ja, dat ik dacht al van, ik zie hem echt, je komt echt bekend maar voor. Maar je kon me niet plaatsen. Ja, maar ik kon jou eerst ook niet plaatsen. En op een gegeven moment, bro, toen, wacht, kan ik dat zeggen eigenlijk? Ik kan gewoon alles zeggen, Ja, zeg maar, iedereen ging aan mij van, ja, AP dit dat. En ik dacht, wie is AP? Ik ben niet van hier, weet je toch? Mm-hmm. En toen ging hij zijn shirt uitdoen en toen ging hij, ik weet niet of je ging shuffelen, je ging iets doen. En ik dacht, oh, deze guy is wel echt lid, zeg maar. Hij durft wel gewoon. Is gewoon after, man. Ja, man. Ja, was geen drop, man. After Goonie. Wow, hey. Toevallig, hè. Gisteren was echt een jaar geleden van... Volgens mij van die after, man. Nee, maar het was 2022. Ja, het was 2022. Ja, hey, maar wow. Dit is nu 2024, dus dat kan. Oh, ja, sorry. Maar ik kreeg hem in mijn herinnering van Snap, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus het was een after, zeg maar. Ja, het was Aida, ja! Zie je, wow, wacht mensen, dit was, wauw. Hé hey, mensen, hier ga ik even voor zitten, man, wauw. Ja, man. Luister, after, man. Ja, je gekste, man. Is dit je... Dit was mijn eerste en gekste, man. Eerste wow. Gekste mijn eerste after, hè. Bro, ik ging ook nooit naar after. Ik begreep niks. Oké, dus nu, we komen van die party, oké. Lau, iedereen is gewoon, je toch in zijn vibe. We komen gewoon in mijn buurt, dus ik dacht van, oké, een after in mijn buurt. Maar dat was ook, zeg maar, we hebben een zeg maar, studentenflat, waar je al vanaf kleins af aan wist van, daar zijn parties. Nu hadden we die party daar. Zo, nu begint die party. Oké, 2 uur. 3 uur komt. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bro, er komt gewoon 10 uur aan. Bro, 11 uur. Maar 11 uur zit ik gewoon nu in die woonkamer van... 11 uur 's ochtends. 11 uur 's ochtends. Bro, ik was toen al lang naar huis, hè. Ik zie nu officieel mijn mattie naar werk gaan. En ik voelde me al chadding. Maar ja, je zit gewoon hele week, toch? Je bent gewoon aan. Je bent nog steeds aan. Dus je denkt, ah, nog 12 uur. Bro, op een gegeven moment, we gingen gewoon door tot 8 uur in de avond. Kill. Luister, dus maar, het was eerst die after, eerst was iedereen naar Gifsel, daarna was er een after of zo. Nee, eerst was er zo'n toren bij Maasilo en toen ging iedereen naar Aida, dus naar die plek waar hij het over heeft. Mm-hmm. En op een gegeven moment was het inderdaad, tikte zo 3, 4 uur aan en ik dacht, bro, ik moet echt naar Oslo, ik moet gewoon doen daar, zeg maar. Ja. Want grote met in de avond, grote met in de ochtend. Ja. Dus ik ging gewoon weg. En op een gegeven moment, ik zag die snap gewoon, hoe ik op Junta was nog steeds, was dat ding gaande, hè. Bro, ik dacht echt, deze mannen zijn echt. Maar een Gifsel after is wel heel anders dan een... Urban. Ik wil geen urban zeggen, maar... Maar dat is wat je eigenlijk wil zeggen. Is heel... Ja, het is heel ja, maar anders. Kijk, dat was ook gewoon ik ben geen after mannetje. Ik zeg je heel eerlijk, ik ben gewoon geen after mannetje. Nee, en vooral met het werk dat ik doe, zeg maar zo, ik ben moe. Ik wil niet na werk nog sociaal zijn, snap je? Ja, dan ben je gewoon uitgeklopt. Ik heb dat heel erg vaak, zeg maar, dat ik bijvoorbeeld... Ik probeer daarom nu ook heel veel van die plekken te vermijden. Als ik op een plek kom, hè, waar iedereen is, bijvoorbeeld Gifsel bijvoorbeeld. Bro, ik ben al van Rotterdam, het is al in Rotterdam. Dus al die Rotterdammers zijn er, plus mensen van buiten zijn er ook nog. Yeah. Yeah. Ik loop alleen maar handjes te schudden en te groeten. Yeah. Snap je? Yeah. Dan kom ik daar en denk ik van, shit, ik heb eigenlijk meer gegroet dan ik heb gechilled. Zeg maar, uiteindelijk wel, ja. Maar ik heb dat wel snel geleerd, zeg maar. Want toen ik, zeg maar, je weet toch, die naamsbekendheid een beetje kreeg gewoon enzovoort. Weet toch, het viel echt op van, oké, die groetje. Maar nu groet je gewoon ineens om mee mensen, zeg maar. Ja. Nee. Maar uiteindelijk, wat ik heb gecreëerd, is gewoon die toren. En zo begon die ANTONIO, zeg maar. Ik begon gewoon een soort van cirkel te maken. En iedereen gaat gewoon in die cirkel dansen. Ja, en dan hoef je mij niet de hele tijd te greeten. Maar dan ben je gewoon bezig met de dansen. Ja, en dan zijn we gewoon bezig in die vibe. Met elkaar gewoon. Maar als je gewoon in die vissen gaat wakken. Ik ben die guy, zeg maar. En je weet toch, ik neem niemand kwalijk. Ik vind het altijd sowieso wel leuk. Maar bijvoorbeeld, soms heb ik ook wel weer gewoon dat mensen gewoon op me komen en dan denk ik van broer. Dus nu, er was een dame, zeg maar, ik kende haar al. Ze kwam me groeten. Opnieuw. Oké, dus nu, ik was op 7Fest, er was een dame, ze kwam me groeten. Mm-hmm. Maar ze zei van, ik kan niet te lang blijven staan, want ik raak mijn vriendinnen kwijt. Mm. Maar er was een guy die een foto wilde. Maar ik was met haar in gesprek. Die koen zegt, yo, focus je niet op vrouwen, kom een foto met mij maken. Ik was zo van, wat? Was het een mattie van je? Of ik kende heel die koen niet. Maar de audacity. Oh, Bie, maar ik was gewoon zo van... Fuck, hou je. Maar ik was gewoon, zeg maar, echt... Kijk, zeg maar... Ik dacht bij mezelf van, broer, jeetje, je bent blem en... Ja. Laat me gewoon netjes blijven. Maar op een gegeven moment dacht ik van, hé broer, fuck netjes blijven, ook, man. Ja. Je weet toch, hoe durf jij eigenlijk, man? Wat is met jou? Ja, die dame is ook gewoon weggelopen. Cheers. En ik dacht, achteraf moest ik mezelf weer uitleggen van, ja, dit gebeurde. Maar ik zeg je heel eerlijk,
na zo'n lange dag, bijvoorbeeld op een zevenfest had ik dat dan weer ook. Dan liepen er zoveel mensen langs. Hey, op festies toch, mensen denken ik ben Gado, lijkt het of zo, hè. Ja? Wauw. Iemand vraagt mij gewoon van, yo. Iemand wordt letterlijk eruit gezet, komt aan mij vragen van, yo, kan je me weer daar binnen krijgen? Wel, zeg maar, die festie is van jou, van je vader. Ja. Zevenfest? Mensen trekken hier en daar aan mij. Kan je nog wat regelen? Kan je nog dit? Yeah. Kan je, ga je, wat, waar is het? Ja, B. Crazy, man. Ik heb Frenna, maar... Frenna en ik zijn niet related, broer. Nee. Ik ga koud. Ja, gewoon iedereen kwam mij... Iedereen kwam mij shit vragen voor Zevenfest. Crazy. Iedereen kwam mij shit vragen. Van parkeerkaart tot aan waar is het? Wow. Ik hoor je. Maar gewoon daar zo, of op Snap ook. Ik hoor je. Op Snap. Maar hoe ga je daarmee om? Want ik heb dat ook. Heel veel mensen vragen mij gewoon nonsens op Snap. Je hebt echt die chat, je kan gewoon bijna niet meer zien. Ik weet het niet. Gewoon heel eerlijk. Ik weet het gewoon oprecht. Ik weet niet wat ik daaraan moet doen. Ik ben gewoon op die tip van telefoon uit en mij niet meer bellen. Ja man, gewoon telefoon uit en mij niet meer bellen. Maar dat is vervelend, want die versie is niet van jou ook. Nee. Zeg maar, als die van jou was, dan stond er wel seniorfest of zo. Nee, maar kijk, ik heb seniorfest gegeven. Maar weet je wat het is? Hun komen echt alleen maar puur om te vissen, zeg maar. Begrijp je? Ze benaderen je gewoon om alleen puur voor hun eigen gezelligheid. Maar kijk, je weet toch? Ja. Want kijk, zulke mensen... Want normaal checken ze hem niet of zo. Wie? Zulke mensen, kijk, weet je wat het is, zeg maar? Ik ben die guy, zeg maar, als je mij snapt en je snapt mij nooit, ik doe alleen, wat heb je nodig? Ik denk alleen, wat heb je nodig? Dan hoef je mij, kijk, als je mij weet, je gaat mij checken voor, je gaat mij... checken om één ding te vragen, vraag het gelijk. Ga me niet vragen hoe het gaat. Ja. Snap wat ik bedoel? Ja. Ja, toch. Laat dat voor mensen die het echt willen weten. Ja. Snap je? Als jij iets, soms als je weet, je snapt mij nooit. Als je weet, je snapt mij nooit en je besluit mij een keertje te snappen, kom gelijk te zaken. Ja. Kom gelijk te zaken. Je weet toch, ik ben ook makkelijk. Als ik jou omgekeerd zou ik ook gewoon gelijk zeggen van, hey, ga je niet vragen hoe het gaat, don't give a shit. Mm. Ja, gewoon straight up, plat gezegd. Ja. Heel simpel gezegd, als iemand die mij nooit snapt en alleen mijn verhaal kijkt, mij besluit te snappen, dan weet ik al gelijk, deze persoon gaat me wat vragen. Ja, ja, klopt. Dat klopt wel, ja. Ik ben heel makkelijk met dat. Ik ben heel makkelijk zeker, met dat. Zeker. En ik neem het je niet kwalijk, want mensen hebben mensen nodig. Ja, man, zeker weten. Als je me één keer verwijdert, blijf daar. Ja. Ik blokkeer je als je mij verwijdert. Voilà, want... Ik blokkeer gewoon. Oké, en wat vind jij van, wat vinden jullie twee van vrouwen die guys verwijderen nadat ze een vriend hebben? Vrouwen die guys verwijderen. Dus jij hebt nu een matje verwijderd met van Snapchat. Of stel jouw goon, je hebt nu een goon en die goon zou tegen jou zeggen van verwijder zijn van Snapchat. Ja, nee, ik zou dat sowieso niet doen. Ja, ik heb wel in zo'n situatie gezeten, zeg maar eerlijk gezegd. Ja, man, ik ging met gedaan? Iemand. Ik ben gewoon een open boekpunt. Ik ben heel transparant in heel veel dingen gewoon. Dus als je met mij gaat, weet je eigenlijk gewoon van, hey, dit zijn gewoon mijn matties. En dat is het gewoon. En ook de guys die ik gewoon ken, die ik heb op mijn socials, daar heb ik ook niks mee gedaan of zo. Het zijn geen exen. Ja. Dus zeg maar, wanneer was dat nou? Dat was wel een paar jaar geleden. Wie moest ik nou... Ik weet niet wie precies, maar hij zei van, ja, je moet hem verwijderen, want hij was bekend of weet ik veel, zoiets. Mm-hmm. In ieder geval. En ik dacht echt bij mezelf, dat is echt geen valid reden. Het is niet dat die kill mij bambelt of dat die kill disrespect moet. Of dat er iets tussen jullie is gezegd. Onzekerheid. En ik vind dat dus onzeker, want zeg maar... Precies. Respectfully, ik vind als je met iemand gaat, moet je wel gewoon zelfverzekerd zijn. Want dan, anders ga je echt situaties creëren voor jezelf. Het is echt lelijk ook gewoon, want dat gaat uit de hand lopen. Ruzies hier, daar, dat is gewoon niet die maar moment. Maar dat is het. Heel veel jongens zijn onzeker omdat ze met een mooie dame gaan. Ja. En dan... Wat als jij als vrouw zijnde mij besluit te verwijderen voor je vriend, no bad blood, want ik zet pressure op je. Je bent een koude ook. Hij is echt toxic. Bie! Nee, maar gewoon op... Bie, kijk, als het één keer gebeurt, twee keer gebeurt, ga je denken, fucka. Mm-hmm. Maar Bie, op een gegeven moment ben ik gewoon het probleem. Ja. Ja, Bie, als jij als man zijnde tegen je wife moet zeggen, verwijder zenuw, want ik vind hem een gevaar voor mij. Ja. Dankjewel, man, bro. Ja, klinkt heel stom en heel egoïstisch, maar bro, waarom zou je denken dat ik pressure zet? Maar ik zeg je heel eerlijk, man, het is ook gewoon crazy, man. Ik had ook een... dus zeg maar voor die pokoe die ik ging uitbrengen, zeg maar, die ANTO-NIO, hadden al een aantal dames al, zeg maar, mij... Je weet toch, gecontacteerd, je weet toch, hier en daar om die kino te gaan maken, zeg maar, op die tune, zeg maar. Dus nu, ik vraag haar gewoon op een random dag van, heb je het kunnen maken? Zegt ze, ja, kan niet maken, mijn vriend wil dat niet. Denk ja, echt van, kijk, dan denk ik echt van, wat in de Rotterdam gebeurt hier weer? Maar kijk, dat komt omdat, denk ik, die mensen, die zitten niet in de wereld die wij, zeg maar, waar wij in zitten. Ik hoor dus ze snappen niet, zeg maar, dat niet...
alle boys zo hyena zijn op die dames of andersom. Is gewoon puur zakelijk, zeg maar. Is ook gewoon respectvol, gewoon, je toch? Ja, is respectvol, maar ook gewoon puur zakelijk, zeg maar. Ik zal ook nooit, zeg maar, een dame uitnodigen waarvan ik weet van ze heeft een relatie en in die video's ineens haar kont vastpakken. Ja. Tuurlijk niet, maar kom op, man. Dat gaan we niet doen, man. Maar kijk, weet respect. Je, ergens snap ik wel dat je je onzekerheid of zo wil uiten of dat je daarover een communicatie wil hebben van, hey, ik voel me eigenlijk niet zus en zo, maar als ik dat dan kan ontkrachten en jou echt kan laten zien van, oh, er is echt niks, dan vind ik eigenlijk van, weet je toch? Ja, maar ik weet niet hoe jullie erin staan, man. Ik sta daar wel zo. Ik vind dat zwakkie, maar ik zeg heel eerlijk, in zo'n situatie, soms is ook een situatie waarbij ik zie gewoon van die guy wordt echt zo onzeker, dan wil ik gewoon wat hij zegt gewoon, ja, nog meer pressure zetten, maar gewoon bijna. Nee, maar begrijp me niet van. Wat zou je doen? Kijk, dus jij die chickie express dan snappen ofzo? Nee, kijk, nee, weet je wat het is? Snappen, maar weet toch, ja. Ik ben gewoon een goon, zeg maar. Ik ben gewoon een goon van, ik ben gewoon cool met dames, ik ben gewoon cool met guys, je weet toch. Ik ben gewoon flexie. Je kan gewoon mattie zijn met ik kan gewoon ik kan gewoon echt oprecht, net als hoe ik met jou ben toch. Ja, ik ben gewoon kalm, ik ben gewoon icy, rustig, ik ben gewoon CND, snap je? Want jou zou ik gewoon mijn shit kunnen spitten zonder gewoon, je toch, gewoon plat. Zonder dat ik je judge of zo. Tough, ik ben wel gewoon easy going like Maar er zijn guys die denken van, no man, jij wilt haar. Terwijl... Ja. Dat is echt niet zo ook. Ja, nee, maar ja, zo. ik kan, kijk, ik zeg heel eerlijk. Ik vind dat wel lastig, want zeg maar bijvoorbeeld, ja, net als jij, wij kunnen best wel makkelijk een gesprek aan. Ja, maar kijk, weet je wat ik vind, zeg maar? Als jij die goon bent, zeg maar, kijk, bijvoorbeeld, jij en ik zitten in een tori. Mm. Maar AP lijkt op die goon, die, zeg maar, jou van mij zou afpakken, dan zou ik logisch dat ik tegen hem ga zeggen van, hey, no. Tegen jou, of tegen ja, maar dat is toch nogmaals, terug op dat één, dat is gewoon onzekerheid dan. Ja. Want waarom ben jij niet zelfverzekerd genoeg dat je wijfie... Ik zeg niet, zeg maar, je moet je wijfie gooien in een room met oom en guys, dat is niet wat ik zeg. Normaal, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ik zeg eigenlijk heel eerlijk, ik ben wel gewoon zo, man. Je moet kijken hoe ze presteert. Toch. En okay. Als wie? En als zeg dan met Chris Brown nu. Ja, daarom. Hé, luister. Wow, ja. Als het dan wordt ge... Weet je nog? Dan is het maar zo, man. Dan weet je ook wel weer gelijk zeggen maar, hoe je wifi is. Maar ik ga aan dat je niet zomaar iemand gaat wifi. Nee. Je gaat toch wel eerst... Daarom zei ik ook tegen jou. Ik ga echt wel misschien een jaar of iets langer praten om met diegene. Je weet toch, maar... Je gaat wel kunnen merken of het echt je wife is of niet, man. Ja. Als ze jou echt wil, dan gaat ze echt heus niet voor een R. Kelly of wie dan ook. R. Kelly. R. Kelly is echt een foto. Wauw. Ik zat zo... Ja, ik wou gewoon... Ik wou gewoon een bekende naam. Maar los van... Hij staat nog steeds in mijn playlist. Heb je hem verwijderd uit je playlist? Nee, sorry hoor.